fietsers toegestaan, snorfietsers verboden. En de verkeerssituatie is gewijzigd, maar de meeste mensen lijken dit niet te zien als dat het niet toegestaan is, dat je daar met een auto niet in mag rijden. Vindt u het dat de automobilisten en de scooters en allerlei verkeer toch door deze straat rijdt, terwijl het er niet de bedoeling is? Heel belachelijk, want ik heb zaterdagmiddag daar even gaan staan voor het raam. En dan staan er 5 minuten 6 auto's doorgegaan. Dat is heel veel. Heel veel, ja. Inderdaad is dat heel veel. Ja. Maar er staat wel een bord, er staat duidelijk op dat je er niet in mag rijden. Dus dat gaat allemaal maar door. Mensen doen daar helemaal niks op uit. En dat is ontzaglijk jammer. Maar het stond er al langer, want die borden die staan hier al langer. Binnenkort komen de camera's. En dan, kijk, ja, heb je er een. Zie je? En het is vrij logisch, want een klein beetje vaart. Kijk, hier nou ook komt er een bakfiets met kinderen. Dat kan niet tegen auto hoor. Komen camera's. Ja, ik geloof dat nog wel even gaat duren. In die tussentijd gaan ze schrijven natuurlijk. Ja. Toch? Ja, dan zullen ze boetes uitschrijven. En ik heb ook al begrepen dat er paaltjes komen. Misschien nog beter. Het is de bedoeling dat de mensen niet over de Clara Zetkinstraat rijden met de auto. Toch gebeurt dat. Hoe komt dat en wat denkt u eraan te gaan doen? Nou ja, het komt waarschijnlijk omdat de brug nu klaar is en mensen denken van hé, daar kan ik overheen. Maar als ze aan het begin van de Clara Zetkinstraat kijken, dan zien ze dat de weg is afgesloten voor verkeer, verboden in te rijden. Het is lastig. Je ziet dat mensen het toch veelvuldig doen. Dus we hebben aan de politie gevraagd om te gaan handhaven. Dat betekent dat mensen straks bekeuringen gaan krijgen. Onze handhavers spreken mensen er ook op aan, zoals je op de achtergrond kunt zien. En waarschijnlijk gaan wij voorlopig een rode paal plaatsen, zodat mensen er niet langs kunnen. En straks, eind van het jaar, komen overal camera's in de binnenstad te hangen om verkeer te regelen. En dan krijgen mensen, als ze er toch doorheen rijden, een bekeuring thuisgestuurd. Ja, want zou het ook kunnen komen omdat mensen het van vroeger uit gewoon nog gewend waren dat ze hier langs konden en de Bakkenweg, dus kunnen we er weer langs? Ja, ik denk dat dat ook een hele belangrijke rol speelt. Het was een gewoonte en hij ligt er weer, we gaan het weer opnieuw doen. Maar formeel mag het dus niet. En die borden, ik kan me voorstellen dat mensen ze niet zo snel lezen. Omdat er niet echt een rood bord met een auto, met een rode rand en dan de auto mag er niet in, dat er staat. Waarom is daar niet voor gekozen? Dat komt omdat we nu bezig zijn om het allemaal opnieuw in te richten. Dus mensen moeten even wennen aan de nieuwe borden. Het mag niet. Het wordt aangegeven. Misschien op een andere manier als dat ze gewend zijn. En daarom denk ik dan straks maar gewoon een rode paal, zodat het gewoon niet meer kan. Ja, en die rode paal, is dat dan een definitieve paal of kan die er ook weer uit? Die paal gaat eruit op het moment dat we camera's gaan neerhangen. En als mensen er dan toch langs rijden, dan krijgen ze een bekeuring.